Op de Zunneberg is de wedstrijd van de week tussen VV Lettelen en DSC. Lettelen trapt af met frisse moed. Het leidt echter tot niets. De eerste overtreding laat niet lang op zich wachten. De verdediger komt hier duidelijk te laat. Uit de vrije trap komt ook de eerste kans. Als men hier Spits de Roy vindt, vindt men ook gelijk gevaar. Hier kan doelman Groot Koertkamper nog net een voetje tegenaan krijgen. DSC wil graag winnen. Lettelen speelt onverschillig. De hoge bal wordt weggekopt, maar de tweede voorzet komt door. Groot Koertkamper zit er niet al te lekker bij, maar de rebound wordt gemist. Vanuit de inworp wordt de bal met het hoofd verlengd en komt de bal terecht bij Rambonnet, die zonder franjes de bal buiten bereik van doelpost Groot Koerkamp plaatst. Lettelen mist hier vertrouwen, maar vooral concentratie. Als men hier wil uithalen, komt de bal bij de tegenpartij terecht en wordt de overtreding begaan. Penalty. Jack Vunderink mag aanleggen voor de strafschop. Vunderink kijkt even en schiet deze penalty keurig binnen. Daarmee verdubbelt hij de voorsprong en het vertrouwen van zijn eigen ploeg. 2-0. Heel snel. Het zal wel 10 keer beter waren. Vanuit de voorzet komt de bal bij Bloemenkamp terecht. Oog in oog met Agema faalt Bloemenkamp enorm. Wat een kans. Vanuit de lange paas komt de bal bij de linker middenvelder van Lettelen terecht. De aanname is iets onvoorzichtig en bij het schot mist hij de balans en zeilt de bal enorm ver over. Meijerink ontvangt de diepe paas vanuit het middenveld en ziet zijn naamgenoot Bart vrijlopen. Die zich met een paar manoeuvres vrijmaakt, maar de paal vindt. Wat een kans! Kort na rust komt de steekpaas vanuit het middenveld bij Hatting terecht, die op snelheid is. Het is een 2 tegen 2. Hatting schiet de bal echter zonder hulp van Van Geur binnen en tekent voor de 3-0. Lettelen lijkt de hoop een beetje op te geven. DSC wil meer scoren. Schoot kan vrij tegen deze bal aanlopen. De reflex van de doelman is echter perfect. Er is veel ruimte achterin bij Lettelen. SDC soept gelijk Moren op. Moren is rap met de bal, kapt vrij en schiet de 4-0 zakelijk binnen. Lettelen heeft weinig tegenstand geboden tegen het fanatieke DSC. De scheidsrechter kijkt op zijn klokje, ziet dat het tijd is en fluit af. Na de wedstrijd sprak onze verslaggever met de trainers van beide ploegen. Als we dan even naar de wedstrijd van vandaag kijken, hoe heb jij die dan beleefd vanaf de bank? Nou ja, we starten heel, heel lekker natuurlijk. We begonnen goed. Je komt op 1-0 voor. Eigenlijk nog niet veel weggegeven. Maar de tweede helft, dan zie je gewoon hoe je wedstrijd eigenlijk niet uit moet voetballen. Want je gaat achteruit lopen, je wint geen duels meer, alleen maar lange ballen. Dus dat moet niet. En dan start je gelijk direct naar rust met de 3-0. En dat is ook denk ik meteen definitief de wedstrijd op slot gooien. Als je nog even terugkijkt naar de eerste helft, hè, want daar begon het natuurlijk halverwege, kom je binnen 5 minuten met 2-0 achter. Ja. Voor de rust heb je toch nog 2 kansjes om de aansluiting te vinden. Dat lukt niet. Ja, nou, dat is het probleem waar we eigenlijk het hele seizoen al mee zitten. We hebben echt wel een spitse probleem in het scorend vermogen. We creëren bijna iedere week wel wat kansen en mogelijkheden. Maar op dit moment wil het niet zo zijn dat we echt een aanvalsleider hebben en een paar leiders hebben in het veld die opstaan en die de boel kunnen kantelen. Dat is het verschil.